Sinds maandag 2 oktober vinden diverse werkzaamheden plaats aan de Sportlaan in Spijkenisse. De werkzaamheden staan in het teken van het herinrichten van deze straat door het vervangen van de riolering, nieuw asfalt aan te leggen en ook komt er een tweezijdig fietspad. De bomen aan de kant van het Zatking College worden vervangen door nieuwe bomen. Tijdens de gehele uitvoering van het project doet de gemeente haar uiterste best om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, schrijft de gemeente Nissewaard op hun website. Tijdens de werkzaamheden wordt al het verkeer inclusief de bus omgeleid. Voor actuele informatie over de werkzaamheden kunnen inwoners terecht op Nissewaard.nl onder het kopje werk in uitvoering. Ook is het mogelijk om de ontwikkelingen te volgen en informatie te krijgen via de app Nissewaard Boud. Na verwachting duurt de werkzaamheden 4 tot 6 maanden.